Zo, welkom. We zijn nu gaan we de tweede shoot doen. De tweede shoot gaan we doen met mijn dochter Bente. Ziet er prachtig uit. Haren mooi gedaan, mooie roze broek. We zijn buiten. Ik heb geen statief meegenomen. Ron, die wordt eventjes mijn lopende statief. Want we gaan high speed zinken. We gaan boven onze normale flitssynchronisatietijd uitschieten. We beginnen eerst op een 1000ste op 2.8. Dan gaan we naar 2000, naar 4000. Dan kan je zien wat er in de achtergrond gebeurt. En zie je ook dat je A1X krachtig genoeg is. Dat wil ik even mee zeggen. Mensen zeggen heel vaak, hij is niet krachtig genoeg voor high speed sync. Maar zelf tegen de zon is hij krachtig genoeg. Wat wel belangrijk is, is dat je met volle opening gaat werken. Ja, dus op een 2.8 of een 1.4, et cetera. Ga niet op een 7.0, want dan redt hij het niet. High speed sync betekent dat hij als het ware gaat een strobist gaat worden, kleine flitsjes, om tussen die sluiter in te komen. De eerste foto die ik ga maken is zonder flitslicht. Dan kan je het verschil zien wat je eigenlijk, hoe saai eigenlijk dan gewoon de foto is, zeg maar, met het gewone licht wat we hier dus hebben. Oké? Okay? Dus, zonder flits. Zet hem uit. Ik ga naar een 200ste ongeveer. Yes. 200ste. 2.8. Oké, Bente, komt ie. Het is gewoon even een testfotootje, lieverd. Nou. Als we nu kijken op de computer. Ja, is het gewoon saai. Achtergrond is goed belicht. Zij is niet goed belicht. Hè. We zijn als het ware tegen het licht aan het fotograferen. Vrij saai. Dus de eerste foto ga ik doen. Ga ik weer eerst op automatisch. Rond, kan jij staan. En dan ga ik meteen naar een 1000ste toe. Dus een sluitertijd van een 1000ste. Kijken wat hij doet. Ietsje meer, zeg maar, uitgesprek je arm, Ron. Ja, oké. Okay, op automatisch komt hij, Bente. Even een testfotootje. Wacht eventjes. Oké. Okay. En zie ik eigenlijk al dat hij een beetje overbelicht is. Ja, maakt hem wel spannend. De licht in de achtergrond, die lucht daar zo, zeg maar met die bomen. Ja, wel spannend genoeg. Ik ga hem dus nu op manueel zetten en zet hem één stopje terug. Eén stopje betekent eigenlijk alweer een halvering van mijn licht. Dus het is 76 wattseconden, dus ik zit hier op een 30 wattseconden zit ik al op de high speed zinken. Dus zo krachtig is hij. Oké, Ron, gaat hij. Yes. Komt die band. Ja, mooi dit. Oké, okay. Nu zie ik zelf al in mijn viewer dat hij, ja, wel gaaf is. Mooi dit. Krachtig, oké. Okay. Maak je haren maar een beetje wat wilder. Ja, aan de zijkanten is goed. Oké, okay, lieverd, komt hij. Ja, mooi. Kijk maar naar de zijkant. Wees vrij om te kijken. Kindertje een beetje, mooi dit. Heel goed. Prachtig. Nu zie ik nog steeds dat mijn achtergrondfoto's, die zijn vrij... Ja, goed, ook mooi belicht. Maar ik wil het eigenlijk nog spannender maken. Ik wil eigenlijk ervoor zorgen dat die roze broek nog meer loskomt van de achtergrond. Dus ik ga mijn achtergrond donkerder maken. Hoe maak ik hem donker? Door mijn sluitertijd. Sluitertijd is bepalend voor mijn achtergrond, omgevingslicht. Dus ik ga nu naar 2000ste. Kijken wat hij doet. Komt hij, Bente. Mooi, gaan we. Mooi. Nu kom ik iets kracht tekort. Dus wat ik nu ga doen is, ik ga weer op automatisch zetten. Dan gaat hij vanzelf volgens mij naar full power. Ja. Ik kijk, 10. Perfect. Zet ik hem weer op manueel. Mooi dit, Bente. Mooi. Ga je gang. Mooi. Goed. Ja, mooi. Kindertje klein beetje omhoog. Goed zo. Oké. Ron, kan jij een klein stapje naar voren doen? En het licht een beetje kantelen, 45 graden. Zo, ja, perfect. Mooi, Bente. Mooi. Oké, nu zie je eigenlijk al dat die foto overbelicht is. Dus wat ik eigenlijk heb gedaan, is ik heb Ron gevraagd of hij een stapje naar voren ging. Klein stukje. Nu zie ik al dat hij overbelicht is. Dus je ziet een stapje naar voren hoeveel kracht je erbij krijgt. Een stapje naar achter. Hè? Dus de inverse square law. Dus een verdubbeling van je afstand hou je nog maar een kwart over. Dus heel erg belangrijk. Klein stapje nog terug. Oké, okay. Uitgestrekt. Je mag je zo houden. Die ga ik zo, dat ook nog die broek. Zo, ietsje zo. Perfect, nu gaan we beginnen. En ik ga zelfs naar een 4000ste nu. Een 4000ste sluitertijd. Ja, komt ie. Oké, Bent. De stage is yours. Mooi, ga je gang. Prachtig, prachtig, krachtig. Oké, Ron, heel klein stapje naar voren.
Ietsje maar. Mooi dit. Oké, Ron. Ietsje kantelen. Goed. Oké. Benen ietsje gespreider. Ja. Oké. En ga maar even helemaal los. Mooi. Mooi, Bent. Mooi. Ja. Mooi. Ja. Oké, mooi. Goed. Ja. Kun je nog naar je vader lachen een klein beetje? Ja, goed zo. Een beetje mooi glimlach. Goed zo. Mooi, lieverd. Goed zo, hou vast. Ron, klein stapje naar voren. Ga ik even een headshot maken. Mooi. Oké. Gaaf dit. Heel mooi, Bente. Goed zo. Dus eigenlijk wat we nu gezien hebben, is niet op statief, met die A1X, lekker gewoon in je hand, kan je creatief zijn. Je kan het licht, hè, hij was op full power. Ik had op een 4000, had ik nog een klein beetje licht nodig. Ik heb Ron gevraagd om een klein beetje naar voren te gaan. En je ziet hoe creatief we zijn. Ik ga je nu even laten zien dat we vanuit deze situatie heel snel even naar binnen gaan. Gaan we eventjes een light shapertje nog erop zetten. Mijn favoriete paraplu. De Deep Translucent backpanel. En dan gaan we gewoon een studiootje nabootsen. Gaan jullie mee? Zoals ik beloofd. De laatste shoot. Mijn favoriete paraplu. De Translucent. Deep. Zo. Klaar. Neerzetten. Ron. Mag ik deze? Heel goed erop. Zo. Die er even af. Zet ik eventjes. Wat ik heel fijn vind. Is. Kijken. Waar heb ik hem? Hier al. Is mijn wide lens. Erop zetten. Waarom? Want ik zet hem in de paraplu. Ik wil die paraplu helemaal gevuld hebben. Ja? Dus. Anders is hij net. Ja, ik ga hem ook helemaal uitzoomen. Zo. Komt die. Doe ik allemaal op gevoel. Fijn is. Die batterijtjes. Kan je eigenlijk heel makkelijk verwisselen. Ja, opladen. Dus die hebben we erbij. Nou, die heb je er gewoon hierbij. Hier. Opladen. Ja, stel. Ik schiet er zo 1000 foto's mee hoor. Maar stel dat ik hem wil veranderen. Inklikken. Oplaadbaar. Zo. Hij staat nu vol. Parapluutje erin. Dus ik maak van die kleine lichtbron. Maak ik nu. Een grote lichtbron. Door hem in de paraplu te zetten. Ja. Hij staat op 1C. Dat is mooi. Zo. Ik doe even mijn modellichten aan. Kijk eens. Stel dat ik gewoon fashion wil schieten. Ja. Gewoon tegen een witte muur aan. Hoe simpel het is. Oké, Bent. Even omhoog. Zo. Ja, men denkt wel eens, kan ik gewoon met een mooie witte achtergrond, moet ik dan meerdere lampen hebben, moet ik meer softboxen hebben? Ja. Nou, dat hoeft helemaal niet. Als je maar verstand hebt van het licht en je weet wat het licht doet, dan is het gewoon goed. Oké. Ik ga er gewoon even onder staan. Zo, zet hem weer eerst eventjes op. Automatisch. Komt die Bent. Mooi. Oké. Flitsen die? Ja, klopt. Ik zie dat hij op een 4000ste staat. Nou, ik ga natuurlijk niet high speed sync hier binnen. Zeg een 125ste, 2.8. Komt hij? Mooi dit. Kijk eens. Goed zo. Ja. Mooi Bent. Goed. Nou, ga ik eerst even checken. Oké, gaaf. Op hoeveel die staat. Ja, maar ik heb natuurlijk op TTL geschoten. Bent mag even meekijken, is geen probleem. Ik zie dat hij op 8.0 staat. Ik ga hem gewoon eventjes full power doen. Ik geef gewoon een tikje extra. Om een beetje die high key look te geven. Vergeet niet weer op manueel te zetten. Oké, Bent. Komt hij, juist. Mooi. Die is iets te veel. Die ene stop extra of die twee stops extra. Dus wat ik nu doe is, ik zet hem op 9.0. Heb ik net een tikje. Oké. Mooi. Mooi. Gaaf. Oké.
Kan je ietsje aan de zijkant draaien? Ja, mooi dit. Ja, dat je het even laat zien. Goed zo. Vind ik mooi dit. Ook, vind ik ook mooi dat je naar je schoenen kijkt. Mooi dit. Ja. Mooi. Goed zo. Mooi dit. Ja. Dus zo simpel is het gewoon. Ja, dat we gewoon vanuit de situatie van buiten, gewoon naar binnen, witte paraplu, de Deep Translucent Small Wave Back Panel. En je kan gewoon voor een lookbook gaan schieten. Zo makkelijk is het gewoon. Dus dankjewel voor het meekijken. Ik hoop dat jullie wat hebben geleerd. En tot de volgende keer.